Ik wil hem hebben over drive control, GPS, follow me. Hier, dan is het alleen achterwiel. Hoppakee, en ik zit knallerig vaak. Nou doe ik alles aan. En dat is een flatsie onderuit. Pad Jan Dozie naartoe. Maar nu eerst cola. Ja, goeiedag he, meemuzier. Ik maak er vandaag even een uitleg voor mijn café. Een tutorial. Ik wil het hem hebben over drive control, GPS en follow me. Dus iedereen die daar steeds wel eens een keer een vraagje over heeft, moet dit filmpje even goud bekijken. Ik wil gewoon eerst even de GPS doen. Die GPS, die mod, die staat in de beschrijving. En die activeer je door middel van linkercontrol 0. En dan zie je een basisvenstertje hier linksonder in de hoek. Ik heb nu even cosplay, moet je even niks van aantrekken, maar dat is puur dat ik mijn cursor heb kunnen laten zien. Hier linksonder in de hoek staat een basis, maar als dit niet helemaal klopt, zoals de werkbreedte is volgens mij 12 meter, maar staat hier maar 6 meter, dus dat moet even veranderd worden. Dan doen wij die linkercontrol nog weer eens, en dan niet de 0, maar dat puntje wat ernaast zit bij op de keypad. Dat is de volgende. Nou wil ik dat veranderen, maar als ik met de muis, dat wil niet. Dus ik druk even control in en dan ga ik met de muis hier naartoe. De werkbreedte van deze machine, zie je deze rode lijntjes, hij begint al geactiveerd te worden, maar dit is maar 6 meter, dat klopt niet. Dus moet, als je dat niet zeker weet, ga je even naar de winkel. En dan kijk je even hoe breed het maaibord is. Ik had het breedste, hier zegt hij 18 meter. Maar dat klopt niet. Ik denk dat dat hetzelfde als een in-game brede is. Dat is die 13,7. Dat is ook niet correct. Ik denk 12 meter. We gaan gewoon 12 meter. Dus we kijken even hoe ver als die rode lijn uitkomt bij mijn maaibord. Dus de work width. En width betekent breedte. Moeten wij even plussen. Ik doe nooit automatisch, want dat is niet altijd correct. Dus ik ga gewoon op mijn manier ga ik plussen. Dus ik zet hem op, even zien, 14 meter. Als ik dat zo bekijk, ja, 14 meter. Ik heb maar 14 meter. Dus dan kan ik dat mooi instellen. Als ik denk, die lijntjes hier zo, hè, dat zit nog heel lijn, is al, heb ik al gehad. Dus dan kan ik het even een beetje met course set, een beetje verplaatsen, zie je? Beetje dichter zo, mooi stief, denk de gewassen langs, zo. Wil ik de course verdraaien, dan kan het hiermee. Doe ik nu niet, want dan krijg ik hem nooit weer recht. En je kan de lijn 90 graden draaien. Dat is wel eens makkelijk als je een kopwakker of zo moet doen. Doen we eerst even een strookje. Doe je met Ctrl W. Zie je hier, dit satellietje is actief. Doe ik nog een keer Ctrl W, is hij weer uit. Als je die Ctrl W indrukt en je ziet daar die, hier die drie wifi boogjes, dan is hij actief. Dus als ik nu recht, als ik nu wil sturen, als ik te veel stuur, druk ik hem er weer af. Als je aan het stuur zit, gaat hij weer uit. Op het toetsenbord druk je op Ctrl W, maar op de controller, ik gebruik altijd een Microsoft Xbox controller, pak je de RB en dan het joystickje naar beneden. Aan, uit. Super makkelijk. Aan, uit. Aan. Nou, ik doe de machine even aan. Hier, we beginnen wat te sturen van en hij gaat. Ik geef gewoon gas, ik stuur niet. Maar gaat als een kaasrechte lijn, gaat hij naar de overkant. Super makkelijk. En wat het mooiste is, als je dus die 14 meter instelt, dan pak je ook altijd de maximale van een maaibord. En dan werkt het vlot, lekker recht. En als je dus de pers erachter doet bij de volgende, dan kan die eigenlijk ook op GPS gewoon op 14 meter erachteraan. Hè? Super makkelijk. Nu zijn we er weer. Dan wacht ik even totdat het zwartje klaar is. Dan overal die streberij. En als ik nu ga sturen, dan is hij weer van de GPS af. Nou, makkelijk of niet makkelijk? Super makkelijk. Je kan ook, zie, de lijn verspringt. Ik ben nu dichter bij deze lijn, maar die heb ik al gehad. Dus we gaan naar de volgende lijn. Ik kan hem nu allemaal aandoen.
Hij draait daar in één keer naartoe. En dan heb ik de volgende lijn te pakken. En 14 meter lijkt wel redelijk goede breedte, zo te zien. Nu kunnen we ook, druk ik cruise control in. We kunnen hem ook de volgende. Hij kan stoppen aan het einde, maar hij kan ook de rechtsom vanaf het einde. Dan doen we, gaan we die kant op. Oh! Omdat ik hem nou al indruk, doet hij dat nu. Nu draait hij zich dus zelf om. Midden in het rek. Dit is mooi van we rupsen, hè? Ja, gewoon de. Maar ik wil nu aan het eind van het stuk gaat hij linksom. We zien wat hij doet. Zie, dat is, met een combine is dat natuurlijk drama. Want zie, dat wordt helemaal niks. Maar met een strooier of met wat anders kan dat prima. Maar ik gebruik het bijna nooit. Dus deze, dit is koppakkenfunctie. Je kan ook een baantje overslaan. Nee, ja, dat, nee, dit is baantje overslaan. Free lanes plus, free lanes min. Zo. Dan stapt hij even. Nou, dat is een beetje de GPS. Ik ga hem nog even draaien nog allemaal. Druk GPS in. Hup. Gaat hij weer precies. Oh, kom maar. Hoppakee. Joe. Het is demo, hè. Het is natuurlijk nou een bende, maar voor de demonstratie is dit wel goed. Ja, dit ben ik naar Kabakertaal. Kijk. Nou, hartstikke mooie aansluitrijen. Course from neighbor. Ja, ik... Dit, ik laat het zien zoals ik het gebruik. Hè? Dus je pakt de makkelijkste is dus de werkbreedtes. Doe niet automatisch, dat klopt nooit altijd. Offsets, ja, soms met maaimachine, maar ik doe altijd de triple maai, dus het is altijd wel in de midden. Core set is altijd wel mooi, een keer de baan mooi. Dat zie je hier, mooi bewegen, een keer mooi precies. Bij de kant van het stuk land neerzetten. Baan verdraaien doe ik nu wel even. Dan kan je dus een andere richting opgeven. Dat is wat ik gebruik. En meestal doe ik dan die boomste weer weg. En dan heb ik hier genoeg aan. Ik druk dan wel eens op F1. Dan heb ik nog minder in beeld. Zie je, nu heb ik die baan verdraaid. En nu vlieg ik die kant op. Nou, dat is een beetje GPS. Gaan we hem over op drive control. Laat ik even de combine staan. Dan even uit. De pijp even uit. Nu zie je hier. Ik zal even zien hoe ik dat kan. Met de muis. Hier onderin. Allerlei info's. Wat super makkelijk is. Deze combine is nu 45%, ja? Ik kom even met mijn keeper bij de combine. Oké. Dus, nou reed ik straks. Ach, dan zien we, nee, we zien nou iets verkeerds nog. Ik reed straks richting de combine en die combine is ongeveer 45% vol. Maar je ziet nu een 100% en dat is van iets in de buurt wat dichterbij is, wat vol is. Dus dan moeten we straks die 100% houden we in de gaten. Let up. Oversteek, hoekie, niks aan. Ik rijd nu naar de combine. Boom. En nu ben ik dichter bij de combine en nu zie ik 45,4%. Dus als ik hem straks onder de combine zit, dan wordt dat minder en de keeper meer. Let up. En nu zie je dus de combine minderen en dat van mij omhoog gaan. En dat is super makkelijk. Als ik dus nu in de combine sta, dan is het precies helemaal zo. Nu zie je dan hoeveel de keeper vol wordt en de combine minder wordt. Oké.
Nou, gaan we even wachten totdat die vol is. Zet ik intussen neem de differentieel en de vuuraandrijving uit. Dat is ook drive control. Dat zit hier. Differentieel en vierwielaandrijving is drive control. Die zet je aan met shift. Shift 4, 5 en 6. Shift 4 is vierwielaandrijving. Shift 5 is de diff voor. En shift 6 is diff achter. Gaan we straks even naar zo'n moddergaar. Nou hoop ik, dat zal wel niet, dat het eruit komt. Dus ik rij gewoon nu met alleen twee wielaandrijving. Ik rij eerst eens even bij de kant langs, dan kunnen we het misschien goed zien. Als ik nu gas geef, hier, dan is het alleen achterwiel. Hoppakee, en ik zit knallerig vast. Trekker wordt ook enorm smerig. Ik zet even de... Je ziet goed. Ik geef een beetje gas. Ik heb maar één wiel die draait. Dat is het achterwiel. En als ik ook al wil ik achteruit, ik kan niet rijden. Hij zit gewoon... Oh, een beetje. Nou, dat stelt niks voor. Doe ik alleen de vierwielaandrijving aan. Zien wat hij dan doet. Doe maar... Nou draait die twee. En die moet als goed is nog niet veel doen. Maar ik zit helemaal scheef vast. Hè? Het is een dikke drama. Nou doe ik alles aan. 5 en 6. En hartse flatsie komt eruit. Pot Jan Dozie nog toe. Lang leven de differentieel. Nou zal ik proberen er ook gewoon doorheen te ploeten. Hoppakee. Ik zit niet vast. Dus nou doe ik even die diff en die vierwielaandrijving eruit. Ik zit nog niet vast. Het stro zit er helemaal onder, maar ik zit niet vast. Rustig ritten. Nooit slip maar even voor, dan zak je alleen maar verder weg. Dus dan probeer. Nou weet ik niet of we eruit komen, maar we gaan het zien. Nee, zit nou echt vast. Hier, nou heb ik mezelf ingegraven. Nou is het gebeurd. Hier, nou helpt vierwielaandrijving in differentieel niet. Maar net ging het goed. Als je maar doorrijdt. Dus ik zal hem helpen met de combine. Oh, de combine, dat geeft helemaal niks, man. Ja, die combine, rups, hè. Ja, dan is het goed. Spring hem weer in de... Hup, boom. Nou, dat was different. Dat is nou, dat is op dit, in deze map... Het mooiste van de drive control. Je doet de diffs en de vierwielaandrijving nu. We gaan nog even meer de combine aanzetten op. Nu kan je. Het is een super gave cruise control instelling. Ik zet deze even op hired worker. Op arbeider. En ik rij even 5 km per uur. Nou, dat schiet niet echt op. Maar dan kan ik het mooi om laten zien. Maar het mooiste is, doe je shift 3, staat er een handje met 100%, handje met 0% en twee pijltjes. En die twee pijltjes betekent net zo hard gaan rijden als degene naast je. Als ik nu 3 indruk, rij ik precies... In één keer de juiste snelheid. Ook al zal die combine stoppen of langzamer, dan stopt ook deze trekker. Ik hoef niks te doen. Dan doe ik hem weer van de cruise control af, dan stop ik. Dan doe ik hem weer op cruise control, gaat hij gelijk, bam, in één keer de juiste snelheid doen. Even stop, dan ga ik even kijken of hij op harder kan. 8 kilometer. Nu heb ik hem nog op 4 staan, want daar was het zo net. Nu ga ik even er weer onder, druk op cruise control, klop, 7-8 kilometer. Super makkelijk. Nou, dat is ook een ideale instelling. Wat dus ook kan is, als je
met Ronne Balenperes bezig bent of weet je niet. En de tank is vol, de tank is leeg, dan stopt die bij 100%. En als hij nu shift 3, stopt die bij 0%. Dus als het bijvoorbeeld de giertank leeg of de kummerstrooier of iets, dan stopt die als hij 0% heeft. Dan hoef je er ook niet over na te denken. En dan denk je, oh, wat gebeurt er? Ja, ik stop. Ook makkelijk, weet je waar je geweest bent. Maar het meeste gebruik ik de shift 3 met die twee pijltjes. Let wel, met multiplayer werkt die niet perfect. Want je zit met lag en dan heb je toch snelheidproblemen. Maar nu eerst cola. Oh, cola. Zo, dat was helemaal goeie. Nou, dat is daar. Waar kan ik nog meer op de drive control laten zien? Dat is het meeste wat ik gebruik. Dus, resume, shift 4, 5 en 6. Differentieel. Drive control staat ook in de beschrijving. Hè? Shift 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Dan krijg je die cruise control instellingen. En wat ook grappig is, is... Hier staat een 0,8 uur. Dus ik heb deze trekker hebben we gekocht. En daar zijn we bijna al een uur mee aan de rit. Nou, en dat vind ik toch wel ideaal van deze drive control. Yes? En ik kom dus nog op terug. Er komt nog een intermezzo dat je die drive controls kunt instellen. Wat je wel of niet in de game wil. Want je kan meer hem zoals automatisch starten. En automatisch van de handrem af. En al die gein nog meer. Maar dat gebruik ik niet. Ik vind die diff locks mooi. En de cruise controls. Daar gaat het mij om. Yes? Komt die intermezzo nu? Tja, test. Hier terug op de monitor. Zie. Als je hier op deze deze PC, documenten, My Games, Farming Simulator. Zie je al die save games. En dan verder naar beneden, zie je hier de Drive Control Config. Nou, als je kent bij Drive Control, dat is een heel uitgebreid pakket. Maar dan kun je zeggen van, ik wil dit niet, ik wil dat wel, ik wil dat niet, ik wil dit wel. Gaan we die even openen met een kladblok. Komt die hier terecht. Knip, ik ben weer terug. Hier heb ik het even een beetje vergroot. Hier staan alle instellingen van de drive control. Dus wat ik zei net, shuttle, dat betekent dus dat je met de spatiebalk van vooruit naar achteruit moet shuttle. Nou, dat wil ik niet, ik wil gewoon gas geven en als je dan op een rem trapt, dat je dan ook gelijk weer achteruit gaat. Nou, dus die doet niet mee, dus die heb ik op false. Gewoon niet meedoen, huppakee, weg. Manuele motorstart. Nou, dan moet je elke keer als je in een trekker staat, moet je op enter drukken, dan gaat gloeien en gaat starten, nul gedoe, uit. Manuele motor keep turned on, die heb ik aanstaan. Ja, maar hij gaat niet aan, maar hier staat wel dat hij aanstaat. De hour counter, dat is de urenteller, heb ik dus ook aanstaan. Dus het is wel grappig, elke keer als je in de trekker staat, dan lopen de uren omhoog. Dat is wel geinig, net als een weg. Sensible steering, dat betekent dus gevoelige stuurderij. Nou ja, dat heb ik maar uitstaan, maar dat hoeft van mij niet. Handbrake, de handrem hoeft ook niet aan, hij blijft wel staan, dus dat kan ook wel op vals. Dus mocht je dit wel willen, dan doe je dat. Maak je van dit true, wat hier staat, T-R-U-E. Als je wil dat je op handrem, dat je hem zelf van de handrem moet afhalen, dat is volgens mij iets met control spatie of zo. Dan gaat hij van de handrem af. Four-wheel drive en differentials. En die heb ik aanstaan, maar die gebruik ik nu met die map Nederland, hè, met al die dikke moddergaten en zo. Ja, dan is dat mooi dat je met twee wielendrievingen hem lekker vast zit en dan pak je vier wielendrievingen en gaat het er weer uit. Super grappig. Indoor sound heb ik ook aanstaan. Dat is grappig, als je de camera buiten de trekker hebt, dan hoor je hem wat luider. Zit je in de trekker, hoor je hem wat zachter. Dirt module is true. Camera true. Ja, ik weet niet precies wat het is. Dat is ook een extra camera of zo. Cruise control is true. De show nearest fill level. Kom ik ook helemaal op terug. Dat is dus als je
bij een hakselaar of bij een combine in de buurt bent, dan zie je hoeveel daarin zit. Pipecam, dat is dus als je een camera op de lospijp van de combine of van de hakselaar. Implement control, dat is aan en dat is volgens mij als je iets voor en achter hebt, dat je ze in één keer omhoog en naar beneden kan doen. Maar ik gebruik er eigenlijk nooit. Ground response is, heb ik op vals staan, maar dat is als je door geploegd land rijdt, dan is het één dikke hobbel ben, dat hoeft niet. Free steering hoeft ook niet. Fruit destruction heb ik ook uitstaan, maar dat doet die terrain and dirt control mod, die doet dat ook al. Dus die heb ik uitstaan. Nou, dead zone, verder heb ik hier weinig aan veranderd. Nou, gaan we hier even weer uit. Dus dat is een beetje de instelling van de drive control. Dus die vind je nog eenmaal. Documenten, My Games, Farming Simulator. En dan naar beneden via de Save Games naar beneden bij Drive Control. Config. Yes? Yes. Weer terug bij de game. We gaan het nu hem over Follow Me. Ik pak even Maya. Follow Me is super makkelijk. Of super handig eigenlijk. Want, ach, soms dan denk je van, ik moet een beetje gras in voor de koeien, maar ach, dan moet ik en maaien en harken. En die rommel weer achteraan oprummen. Maar wacht even, dat kan ook in één keer. Dus ik wil maaien, harken en met de ladenwagen in één ontocht. Gewoon achter elkaar aan. Dat wil, ga ik je voordoen. Dus dit is de voorste. En Follow Me komt er achteraan. Dat is de volgende. Vaak 1,55. Pak ik hier met de hark. Aan de kant boven, ik moet erbij. Dus deze machine moet eigenlijk er gelijk achteraan. Ja, maar dan ligt dat zwart door. Dus ik wil eigenlijk ook die rommel direct opruimen. Haha, komt ie. What a beast. Hier is de beest. Hoppakee. Ach, zit al verder verloren worden. Perfect. Nou, gaan we hem instellen. Follow Me doe je aan met de rechter control F. Dus als ik nu left control, de rechter control F doe. Oh, 10 meter. Oh, en hij blijft er gelukkig achter. Zie je dat? Ik doe hem op 15 meter afstand. Yes? Ik zet mijn machine aan. En ik kan nu uitstappen, maar hij staat klaar om de fatty te volgen. Zie je dat? Hij is aan. Zit er geen eens in. Ja, de follower zit erin. Nou, doe ik nou de volgende aan. Die klap ik uit. En die ga ik instellen ook. Rechter control F. Nou kan je met, als je er niet helemaal achter wil rijden, maar er een beetje naast. Kun je met de AWSD die afstanden inregelen. Dus dan kun je bijvoorbeeld een beetje 2 meter naar rechts. Dat is bijvoorbeeld als je pakken wil laden. Dan moet je er een beetje naast gaan zitten. Dan wil Rio die pakken in. Huh, dat ken je niet, hè. Dus, maar deze moet er gewoon recht achter. Niks aan de hand. De leader is 10 meter voor. Nou, daar maken we er 15 van. Doen we die ook alvast aan. Laten we hem zaken. Doe hem aan. Als ik nu uitstap. Blijft dat gewoon aan. Dus de beest is aan en de fighting is aan. Maar hij doet nog niks. Nee, want deze staat nog steeds stil. En hier ga ik zelf in zitten. Naar de maaierzaak. Front maaier naar beneden en aan. En als ik nu begin, gaan de rest mij volgen. Doe een beetje roeren in de laan in, hè. Kijk eens even. Het mooiste is nog, deze maaier is 9 meter huppelhuppel breed. En we hebben net GPS gehad, dus die doen we er ook bij aan. Dat is te breed, denk ik. 9,9. Doen we die ook aan?
Hoppakee. Aan. Cruise control aan. En ik hoef alleen maar rond te kijken. Dus GPS, follow me, drive control. Ik kan ook nog wel even de vierwielaandrijving aanzetten. Hoppakee. En zo werkt dat. Nu zie ik niet dat de beest zijn ladenwagen volkomt. Want er is iemand anders waar hij naar kijkt. Nu, als ik nu even precies één lijn oversteek, dan heb ik geen last van die hark. Dus even één baantje oversteken. Dan gaan we er hier weer in. Hup. Ik zit de cruise control nog een beetje halen. Pak gaat erop. En zo gaat hij dan. Cruise control. En oh ja, stel. Ik wil dat hij niet meer volgt. Doe ik die rechter shift F. En dan stopt hij. Rechter shift F toe. Nee, dat pak ik niet meer. Maar als ik bijvoorbeeld denk die ladenwagen is vol, dan laat ik hem stoppen en dan maak ik het nog even af of zo. Dat kan. Of als je iets naar huis brengt, hè, even snel met elkaar, dan zet je hem ook op stop. Zie, nu is die beest, die volgt deze nog. Mooi niet. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Want ik krijg toch wel eens een vraagje over follow me, over drive control en over de GPS. Nou, kijk goed naar deze beelden en profiteer daarvan. Zo, nee, die beest moet nou stoppen. Kom maar. Zo, piep. Die staat nu stil. En klappen, wegwezen. Nou, is dit niet een mooie eindshot, jongens? Dat dacht ik maar even. Ik sta bij muur. Ik zou zeggen, doe daar jouw voordeel mee. Amuse out.